dames en heren, studio applaus voor de sick individual. Ja, ja, ja. Ja, ja. Welkom mannen. Hey. Ja, welkom. Thuiswedstrijd voor jullie, hè? Hey, welkom in onze eigen stad, ja. Ja, jullie komen uit Hilversum, toch? Ja. Op de fiets gekomen? Nee, we stonden in de file met de auto. Oh, ja, ja. Rens was de fiets vergeten. Ik was de fiets vergeten. Nou ja, jullie lachen nu wel, maar jullie waren bij die Label Night van Revealed van Hardwell tijdens het ADE. Ja. Toen zat er een van jullie nog gewoon in een burgerrestaurant, toch? Dat was vrij komisch inderdaad. Ja, stond jij op het podium en ik stond nog een patatje weg te werken. Nee, ik heb Blueprint gedraaid samen met Daan. Ja. Met Danik. En ik rende even heel snel het podium op. Super vrolijk. Wil je het wel even meepakken dat momentje, ja, toch? Tuurlijk, je hebt alleen, daar gewerkt, niet waar? Alleen mijn maatje was er niet, maar goed. Nou. Ray en Jim, jongens, welkom. Blueprint heb je net al genoemd. Track met Danik samen. Ik wil even met jullie lullen over I Am, die track met Axwell samen. Hoe gaat dat? Want dat is house royalty natuurlijk, Axwell. Hoe gaat het dan? Belt hij dan op of gaat dat via het management? Want ik vind het een beetje te vergelijken met Zlatan Ibrahimovic die je belt of je buiten mee komt voetballen. Hij kwam met zijn mooie Rolls Royce voorrijden. Hij belde aan bij jullie thuis. Zo'n hele lange. Nee, het was gewoon, we hadden een plaat gemaakt en die hadden we opgestuurd naar zijn label Axstone. Ja. En hij reageerde al meteen heel enthousiast op en hij zei van, nou, hij is echt helemaal top. Nou, nog niet helemaal, want hij is voor 90% top. En toen zijn we nog een half jaar zijn we heen en weer gaan mailen om hem helemaal te tweaken en fine te tunen. En eigenlijk is daaruit die collab gewoon ontstaan, omdat hij ook zeg maar heel veel van zijn eigen... Ja, hij wil hem even een stempel op drukken. En zijn eigen dingetjes erin gegooid. Ja, maar hoe voelt dat, joh? Als zo iemand jullie vraagt van, joh, hey, wat jullie doen vind ik wel tof. Hoe voelt dat? Wat gaat er door je heen dan? Ah, wat gaat er door je heen? Wat een mooie vraag dit. Dat is een heel speciaal moment. Ja, maar luister, ik kan me voorstellen als Katy Perry mij belt van ga je mee naar de film, nou dan sta ik ondersteboven. Dat zou ik zeker doen. Nee, natuurlijk. Het was gewoon echt een held. Of het is gewoon een held voor ons. Dus het was super vet. Wij stonden echt gewoon, we hebben de champagne opengetrokken en het was in Zweden, toen hoorden we het. Ja. Toen stonden wij daar feest in de hotelkamer. Ja, dat weet ik nog wel goed. Top man. Nou, ik zou jullie willen vragen om achter de boot te gaan staan. Yes. En maar eens te laten horen waarom Axwell zo'n onbegrensd vertrouwen in jullie heeft. Ja, hij moet je niet we gaan oldschool los hè, vanavond. Dus... Oh, nou, dat vind ik ook hartstikke tof. Nee, ga je gang, joh. Ga lekker staan en doe je ding. Wat mij betreft, mag je los. Zo, live in the mix, the sick individuals. In most one of the flame of him. Ready, prepare to drum.
Most Wanted op Slam FM, The Dutch Dance Day. Was ready, prepared, drum. We'll be right back.
Dutch Dance Days op Slam FM, ons eigen radiofestival. Met nu on stage The Sick Individuals, live in Most Wanted. Hey. Sick Individuals, live in de studio tijdens Most Wanted in de Dutch Dance Days. En het laatste pareltje. Herken je wat überhaupt of niet? Nou, best wel een hoop. Maar dit is echt, echt allemaal van eigen bodem, toch? Ja, dat was toch de opdracht. Alles van eigen bodem. Ja, we hebben alle helden gepakt. Bingo Players, Chocolate Puma. Hardwell, Nicky. Hardwell, Nicky. We hebben alles gewoon, weet je, we hebben gewoon een oude lijst opgezocht wat we toen draaiden, zeg maar 3 jaar geleden. Oh, je hebt gewoon iets uit je archief opgedoken. Ja, dat was goed. Ik vond het heel lekker. We hebben er nog eentje over. Ja. Ja, dat wil ik even, want jullie hebben een pareltje wat nog nooit iemand gehoord heeft, behalve jullie twee. Het is een pareltje die nog nooit iemand gehoord heeft inderdaad. En het is wel van een hele grote. De grootste Nederlander, dat is sowieso waar. Ja. Ja, we hebben hem 2 jaar geleden gemaakt. Maar toen was het echt wel heel wat hoor. Het was 2 jaar geleden alweer. Ja. Ja. En de muziek is ook wel heel erg veranderd alweer. Oh, de loop stopt. Je moet even. Oké, nou, wat gaan we. Jullie gaan er nog één draaien? Van wie en hoe? Ik ga hem op play drukken, dan hoor je het waarschijnlijk. Ja. Oké, nou dan maken we er een momentje van. Ja, dan. Oké. Spannend dit, jongen. Zal ik hem aankondigen? Doe dat.
Dit is dan de enige echte DJ Jean in de Sick Individuals remix. Every single day heet hij volgens mij. Dat zingen ze in ieder geval. Oh ja, hola niet, ja. Wat? Dit is fijn, mensen. Hey. Ome Jan in de remix. Wij mogen Ome Jan zeggen. De wereld is een beetje mooier geworden nu we dit gehoord hebben. Sick Individuals remix van DJ Jean. Ja. Lekker. Ah, leuk dat we het nog een keer hebben kunnen laten horen in ieder geval. Ja, nee, te gek joh. Hey. Nou jongens, tof dat jullie er waren, dat punt 1. Ja, gezellig. Even in het kort, worden jullie elkaar nooit zat als je continu met z'n tweeën op pad bent? Dat perstechnisch moet ik zeggen natuurlijk niet. Dus, jongen, wij weten genoeg. Nou, vriendelijk, zeg, heel vriendelijk. Wij weten genoeg. Hoor. Nou, top jongens. Hey, wat staat er op de planning qua... Nou, we zijn net weer uit van uit Canada en Amerika. Dus we hebben nu eindelijk even... Zeg maar, de eerste dag is dit echt weer thuis. Ja. Dus een beetje een PR-dagje wel. Maar we willen gewoon weer echt focussen op in de studio. Gewoon. We gaan weer lekker 2 weken in de studio zitten. We hebben wel een dingetje in Nederland. En één keer we gaan nog even pizza eten in Italië. Maar voor de rest blijven we in Europa. En daarna gaan we Azië, Amerika, Australië. Dus het wordt weer heel vet wordt het allemaal. Top jongens. Cool. Hey, gaaf dat jullie even de moeite wilden nemen hier langs te komen. Ja, bedankt. Super bedankt. En veel plezier, succes en alles wat daarbij komt kijken. Dankjewel. Dames en heren, vrienden en vriendinnen, Sick Individuals.